Welkom op de kwalificatiedag hier in Portugal. Nou, de pitstraat uit. Altijd achtervolgd door mijn teamgenoot. Mooie slipstream. Nu komt hij dan. We gaan het rechte stuk op. Wat een mooie slipstream. Loopt hier best wel behoorlijk omhoog. Op naar de zesde versnelling. Lang recht stuk. We doen hier 240 km per uur. En dan valt hij naar beneden. Dus je kan jezelf heel snel uitremmen. Want het is precies in de knik waar je begint met remmen. Ik zit hier op de bumper van Michel Valiant. Oftewel Alan Menu. Op naar Zewier. Hard aanremmen. Net even blokkeren. Oei, oei, oei. Bijna tegen de achterkant aan. Eén, even short shiften. Twee, drie. Is net niet vol gas. Naar vier. Op de bumper. Valt hij weer ontzettend naar beneden. Nou, je ziet daar dat hij net eventjes ietsjes later remt dan ik. Ook ietsjes blokkeren. Je ziet wat rook van zijn banden afkomen. Maar ik zat er ietsjes te dicht op. Op accelereren, heuvel omhoog. Nou, helaas, Chevy, klein beetje meer vermogen. Daardoor trekt hij ietsjes weg. Op naar zijn vierde versnelling. Even terug naar zijn drie. Mooi langs de binnenrand. En Chevy zie je blokkeren. Terug naar tweede versnelling. Mooi langs de binnenrand. Hele lichte overstuur. Vroeg vol gas, want gaat omhoog. Gaat hij naar beneden. Mooie swing komen in een blinde bocht. Zo direct naar rechts toe. Je ziet hem niet. Precies wanneer je de weg ziet, dan ben je te laat met remmen. En je ziet ook, ik kies een ietsjes andere lijn. Mooi langs de binnenkant en vroeg vol gas. Op naar z'n drie. Vier weer naar beneden. Dus gaat ontzettend omhoog en omlaag. Je gaat weer omhoog. Tweede versnelling, linksaf. Moeilijk. Goed langs de binnenrand. Je ziet daar ook Variant een klein foutje maken. Oh, ik heb eventjes een overstuur bij het opschakelen. En valt weer naar beneden deze bocht. Galoppeer ik hem ietsjes. Short shift naar derde versnelling. Op naar z'n vier. Op naar vijfde versnelling. Naar de snelste bocht van het circuit. Oh, en er ligt overstuur al. Kleine correctie. En opschakelen naar z'n vijf. En dan gaan we het rechte stuk op. Hier in Portimão. Ja, kwalificatie zal redelijk moeilijk gaan. Ik hoop dat ik er net wel of net niet in zit. Want ja, we zitten toch ergens tussen plek 8 en plek 12. Dus het is een close call, want iedereen zit heel dicht bij elkaar. Wait until the second sector and then I let you know. Keep on pushing. No, you're not improving, so you can pit in. You are P4. Maybe Muller will pit out once more. So maybe we can follow Steven. Yes, he was making two mistakes, so I was getting too close. Okay, go. Go, go, go. At the moment we are eighth position. One, just wait, okay? Okay, Steven is going. You make a big mistake in the last corner, big oversteer. At the moment, Tom is fourth, Alberto is fifth. So you have another lap just to try and just in case that Michelin give you the slipstream. Otherwise, makes no sense to stay out. Okay, I fit in because it's useless. Everybody is slowing down, so you cannot do the second lap. Hele lichte teleurstelling omdat ik een kleine overstuur had in de laatste bocht. Dus er zat gewoon nog
Ik denk gewoon echt nog wel een paar tienden in. Helemaal omdat je dat het hele rechte stuk meesleept. Precies over het heuveltje, daar heb ik een hele enge overstuur in zitten. Waardoor ik niet op het gas kan het rechte stuk op. Maar ik ben gewoon tevreden. P5 is gewoon goed. Ik had twee keer een goede slipstream van Ivan Muller gehad. Dus dat is goed. Zo kan je elkaar een beetje assisteren. Maar beter dan ik had verwacht. Maar ik weet dat er een heel klein beetje meer had ingezeten. Maar maakt niet uit. Ik ben zeer tevreden. Beide races starten vanaf P5 is gewoon erg goed.